Yo, welkom terug bij de Sender. Ik heb deze maand heel wat dingen gedaan, ik heb heel wat dingen weggegeven, maar één ding dat ik niet gedaan heb, wat ik eigenlijk best wel jammer vind, is dingen persoonlijk gaan afgeven aan jullie. Dus, ik heb gevraagd of Matthias deze kant uit wil komen. We hebben alle Red Bull die ik gekregen had in zijn auto geladen en zijn vertrokken richting de studentenbuurt. Is... Ja... Fuck. Is gratis. Nee, maar... Fuck! Zo. Lori had gereageerd op mijn story dat zij hier aan het studeren was. Ik kan u niet bereiken. Fuck. Ik ging u twee kratjes geven. Crutches. 4 uur geleden actief. Waarschijnlijk ook gewoon goed aan het studeren. Lame. Ik ga deze kratjes gewoon in de gang zetten, denk ik dan. Ik vond wel of ik deze kratjes Red Bull hier eens mag zetten voor studenten die dat gewoon dat kunnen pakken. Want ik heb er te veel gekregen en die krijg ik allemaal op. Dus... Een social media stijl of zoiets. Ja. En wie ben jij? Ik ben Ender, dat is mijn naam. Dus hier ergens achter de bar liggen Red Bull. Niet naar daar gaan nu, want waarschijnlijk is alles al op. Ik wil niet dat die bibliotheek fucking... Het hoeft niet al te druk te worden natuurlijk in de bibliotheek, aangezien mensen daar naartoe gaan, zodat het rustig is. Nu net heeft Lore uiteraard gereageerd. We zijn net verhuisd naar een andere bieb. Goddammit. Ik ben hier net getagd in de story van Cubus Permeke. En de Schotels heeft zijn droom waargemaakt. Hij mocht eventjes Santa spelen in die jongerenbiep. Let's go, baby. Oh, de helft is al weg. Lekker. Gratis Red Bull van vlogger Ender. Yo, die Instagram game is veel sterker dan dat van mij. Die hun is ook wel veel nicer dan dat van u. Fuck! Kaars en papier. Als ik win, krijg je niks. Als jij wint, krijg je Red Bull. Fuck. Kaars en papier. You, of course. Ik. All yours. Heb jij nog studenten hier? Anders pak ik deze ook voor de rest van die studenten. Cool, jullie zijn eindelijk de eerste die ik iets kan geven. Ik ben fucking blij. Margaret, als je dit ziet, delen. Ik geef iedereen zo 2 kratten, maar de bedoeling is dat iedereen deelt. Dit ging echt allemaal niet zoals gepland, man. Ik had nog een paar adresjes op de planning staan. Ik had in mijn story duidelijk gevraagd, als jullie morgen studeren in Antwerpen, laat me weten waar. En dan kom ik langs. Het is niet in Antwerpen, maar... Oostende. Gent is Antwerpen, dat is geen Antwerpen. Mm. Kortrijk, nee. Maasmechelen, nee. Het grappige is dat ik dacht dat dit een van de makkelijkere video's van deze maand ging zijn. It's a rip. Gelukkig is er iemand die altijd... op kots flink aan het studeren is. Alright, heb je uw Red Bull van vorige keer al op? Ik heb een paar uitgedeeld, maar ze zijn allemaal op. Alright. Ja, man. Oké, okay, we hebben hier 2 mee voor u. Bro. Als je tegen mij kunt doen met schaars en papier. Ja. Papier. Wacht, stop de bellies. Ja, geen papier. Dus doe zeker okay. Geen schaar. Oké. Okay. Ja, papier. Oh, yeah. Maar het zou echt stom zijn als ik nu steen doe. Maar moet ik winnen? Is dat de bedoeling? Dan moet ik papier doen. Oké. Okay. Ja, papier. Opeens pop best op. Oh, no way. All yours, fuck it. Een andere kotgenoten waren echt nog aan het vragen van wanneer komt een nieuwe Red Bull. Jij studeert niet echt meer, zeker? Ik studeer. Was jij een catcher Red Bull? Ja. Happy December, baby. Deze video had een gekke montage moeten zijn van boom, boom, Red Bull, Red Bull, Red Bull. 2 keer heb ik schaars papier gespeeld. Wacht. Ender heeft mij in de auto uitgelegd hoe hij psychologisch schaars papier speelt. Dus nu is het nog echt fucking moeilijk. Want... Wacht. Fuck. Nu ga jij snappen dat ik ga snappen, dat snap. Ga jij je aanpassen en ik... Ja. Nee, papier. Ja! Let's go. De eerste die gewonnen is vandaag. Wow. Ik denk dat er niks kapot gaat natuurlijk. What the fuck is de kans?